Het is groot feest, want Seaport TV bestaat 10 jaar. En voor die gelegenheid doen we dus nog een keertje zaterdagavond live. En geen zaterdagavond live zonder verjaardagstaart. En we hebben vanavond wel een hele speciale, want zoals jullie zien staat daar gefeliciteerd burgemeester Frank Weerwind. Wij gaan hem verrassen hier in het gemeentehuis tijdens een live uitzending van Raadsplein TV. Het leuke van het brengen van zo'n verjaardagstaart naar de burgemeester is dat jullie meteen een kijkje krijgen achter de schermen van Raadsplein TV. Dat draait al een paar jaar lang op Seaport TV. En dit is, dames en heren, een stukje achter de schermen. De regiekamer van Raadsplein TV. En dames en heren, John Luijt in actie. Sorry dat we even inbreken, maar de regiekamer, wat zien we nu? Waar zijn jullie mee bezig? Gert-Jan Huibers staat enkele raadsleden te interviewen. En het is nu pauze eigenlijk. En we gaan zo direct weer door met de raadsvergadering. Zo direct, dames en heren, de raadsvergadering. Ja, wat is het mooiste om de burgemeester te feliciteren in het hart van de Velsense democratie tijdens een raadsvergadering van de gemeenteraad? Dus met elkaar waarin je toch kaders stelt. Dus deze nota en dit amendement biedt meer dan voldoende ruimte, ook nog voor het college, om actief grondbeleid te doen en kansen te pakken. Kijk, de wethouder in beeld. Een hele belangrijke vergadering. Waar gaat het vanavond over, John? Openbaar vervoer. Het openbaar vervoer? Ga je wel eens met het openbaar vervoer? Nou, ik nooit. Nee, dus ik heb het niet nodig. Nou, een zeer belangrijke vergadering. Kijk, is er hier, dames en heren, kun je even schakelen, John. Even Tineke van Ombergen. Kijk, Tineke van Ombergen. Daar zijn ook afgelopen 10 jaar met Seaport TV aan de deur geweest tijdens de speciale ontbijtshow van de gemeenteraadsverkiezingen. Het is heel erg spannend. We moeten in gaan breken op een belangrijke raadsvergadering. Want we gaan natuurlijk iemand feliciteren. En dit is de man die we feliciteren. Dit is de man waar het om gaat vanavond. Burgemeester Frank Weerwind. Toekomstige ontwikkellocaties omschreven in de geldende structuurvisie. En binnen de financiële voorwaarden omschreven in de nota. Dames en heren, de raadsleden, er is een amendement ingediend. Wanneer ga je naar binnen om in te breken? Nou, ik ga alvast de kaarsjes aansteken. We staan hier in de ruimte voor de raadzaal. Ja, en als je een burgemeester een verjaardagstaart gaat brengen, dan moet je dat natuurlijk goed doen, hè? Dus we leuken het even op met een paar kaarsjes. Dan staat Seaport TV in het licht en tegelijkertijd de burgemeester in het zonnetje. Binnen is de raadsvergadering bezig. Ja, het is natuurlijk altijd spannend, hè? Wat voor momenten breek je in? Ik steek je kaarsjes alvast aan. Alle mooie voordelen van de HOV, van deze HOV, zijn inmiddels verdwenen. En wat rest is een onzekere blanco cheque die betaald moet worden door de belastingbetaler. Hij is 48 jaar oud geworden, de burgemeester. 48 kaarsjes is iets te veel van het goede. Maar met 6 kaarsjes gaat het ook lukken. Deze nota tot stand gekomen is via een hele positieve interactie tussen de wethouder en de raad. En zo zie ik dan ook hoe hij dit amendement gaat bekijken en gaat wegen. Het is helemaal stil binnen. Ja, iets zegt me dat je het niet kan maken. Een raadsvergadering onderbreken. Maar we gaan het gewoon doen. Er zijn twee... Dames en heren, ja, sorry dat ik even onderbreek aan het begin van dit seizoen. Van het nieuwe raadsvergaderingsseizoen. Ik begrijp dat Seaport binnenkomt. Ik wil toch even onderbreken, dames en heren, want het is feest vandaag. En het is bijna feest. En ik ga u vertellen waarom het feest is. Want de voorzitter van de vergadering, onze eigen burgemeester Frank Weerwind, die is namelijk, we zijn wat vroeg, maar beter vroeg dan nooit, die is jarig over 2 dagen. Dan wordt hij maar liefst 48 jaar. Groot applaus, dames en heren. Kijk eens, ik wil deze taart aan u overhandigen. Seaport TV bestaat 10 jaar. U bestaat bijna 48 jaar. Nou, mooie gelegenheid om dat te vieren, zou ik zeggen. En een jarige mag natuurlijk ook dan de taart uitblazen. En ik zou zeggen, 1 kaarsje gaat al uit. De eer is aan u. Raadsleden, 48 kaarsjes. Ja.
En applaus, ja hoor. Gefeliciteerd. Natuurlijk wil ik het eerste stukje wel met u aan gaan snijden. De boel staat hier in de fik. Ik zou zeggen een volle tafel en dan aan u de eer om een stukje af te snijden en de keuze aan wie u het allereerste stukje wil overhandigen. Dat is genoegen. Ik neem aan dat alle raadsleden een stuk taart wensen. En uiteraard mag ik het publiek niet overslaan, maar ik heb niet de gave om iets te vermenigvuldigen. Maar ja. Kijk, dat is een gulle burgemeester met grote stukken taart. Pak ik ondertussen even uw cadeautje. Oh, ik krijg ook nog. Wij hebben gehoord, meneer Weerwind, dat u een groot fan bent van een oldtimer, van auto's. Juist, ja. Nou, laten we dan één keer het merk noemen, dan hebben we dat maar gehad. En het is een? Alfa Romeo. Een Alfa Romeo? Ik dacht een Saab. Ik moet u teleurstellen, Alfa Romeo is uit 1959 ja. En daar stel ik meer waarde aan. Oké, okay. Nou, ik heb hier toch een Saab pakket voor u meegenomen. Oh. Ik dacht dat u, we zagen dat u in een Saab rijden. Toch een cadeautje. Vindt u het leuk? En natuurlijk ook een boek meegenomen met alle reclameuitingen van dat merk, waar u zo fan van bent. En een sleutelhanger en een pen. Maar ik zou zeggen, er moeten wel drie vragen voor beantwoorden, even snel. Sinds wanneer bestaat dat merk? Het is van... Ik had een marge van 5 jaar, reken ik goed. Een vliegtuigindustrie, 1932. 1937, nou met een marge van 5. Is dat goed, dames en heren? Vraag 2, je heeft hem al beantwoord. Het was niet gelijk als autobouwer, als wat dan wel? Vliegtuigbouwer. Ook helemaal goed. En weet u nog waar het een afkorting van is? Mijn Zweeds is niet zo goed als die van sommige raadsleden. Ja. En meneer Wijkhuizen weet het beter dan ik. Sverige is aeroplan actiebelagerd. Ja hoor, helemaal goed. Zowel de burgemeester jarig als wij jarig. Ik wens u nog een hele fijne verjaardag. Dit is natuurlijk ook een beetje uw huis, hè, het stadhuis. U gaat verbouwen, waar gaat u heen? Waar wij naartoe gaan, aan het eind van de vergadering, wordt alles uit zijn mysterie gehaald. Heb geduld. Dames en heren, ook op de tribune goed opletten. Een hele fijne vergadering voor vanavond toegewezen. We gaan verder met de vergadering. Dan heb ik 1 amendement van de VVD. Fractie Biedeldrijen, ChristenUnie, SP, Velslokaal, LGV over agenda punt 5, kadernota grondbeleid. 1 amendement en 1 motie van de Socialistische Partij over agenda...